vergeten dat hoe heftig dat was. En zeker als je twee hebt lopen, dan is het wel wat anders dan dat je er maar eentje hebt of helemaal nog geen. Dus dat, zo'n flesje klaarmaken met aan elk been een kind is iets lastiger als je eerste, maar voor de rest... Nou, valt wel mee. Oké. Okay. Ja, het is heel rock and roll hoor. Ja, soms harder te keren als op tour. Dus. Ja, het is leuk natuurlijk dat je volle zalen trekt van Moskou tot Singapore, maar de drie gotische spruitjes van Sharon en Robert horen thuis toch liever iets anders. Ik moet toch altijd wel Boomba spelen voor hem op de piano, dat vind ik toch nog wel het mooist. Kunnen we niet echt indoctrineren met onze muziek, maar dat hoeft ook niet te worden. Naast de derde koter gooien Sharon en haar boys dit voorjaar ook nog eens even het lang verwachte nieuwe album eruit. Nieuwe single Sinead wordt zelfs geremixed door... Scooter? Hyper! Dat vond ik toch wel heel bijzonder om gewoon te zien van nou, wat doet iemand anders nou met jouw nummer? En dan krijg je hele verrassende dingen. Om brood op de plank te houden gaat Within Temptation toch weer de wereld rond. Een vierde rockbaby zit er dan ook niet in. Vier kinderen is wel echt een te grote belasting voor grootouders. Natuurlijk wil ik er wel vier, maar dan wil ik er niet zelf voor zorgen.